Welkom bij Iedereen kan haken. We gaan vandaag hele kleine, schattige roosjes haken. En die roosjes, ja, je ziet het, het is heel een klein werkstukje. Je kan het overal opzetten, dus op dasjes, op mutsjes. Dit zijn toevallig weer de carnavalskleuren van Oeteldonk. Dus deze kan je ook op je muts naaien. Maar ja, je kan ze natuurlijk in heel veel kleurtjes gaan gebruiken en gaan maken. Ik heb dit gekocht. Even openmaken hoor. Een schaartje pakken. Dit zijn speldjes. En die speldjes, kijk, als je dus die roosjes hier aan maakt, dan kan je met een speldje dus altijd nog wisselen met je, ja, mooie accessoires. En deze speldjes heb ik, ja, deze heb ik gekocht bij een hobby speciaalzaak. En ja, er zit echt een mooi slotje op. Dus het slotje werkt goed. Want dat is ook belangrijk dat je het niet kwijtraakt. En je doet het slotje weer netjes dicht. En je zet je roosjes hierop. Je kan dus met speldjes werken. Je hebt dus nodig een haaknaald. Ik heb nu haaknaald nummer 4. Ja, je kan die speldjes dus kopen. En je hebt nodig een schaartje. En een stopnaaldje. Ik ga even alles aan de kant leggen. Zodat we kunnen beginnen. En we beginnen met haaknaald nummer 4. En ik heb een bolletje rood. We beginnen met een opzetlus. Je houdt een beetje een lang begindraadje. En we beginnen met 15 lossen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Dan gaan we een stokje zetten in dit eerste lusje. En dan gaan we er nog 4 bij zetten, dus in totaal 5. Dit is de tweede. Dit is het derde stokje. En dit wordt het vierde stokje. Dan pakken we de volgende steek. Daar zetten we een halve vaste in. Dus je gaat meteen door. Zo, een halve vaste. Dan weer 5 stokjes in de volgende steek. 1, 2, 3, 4 en de 5e in allemaal in dezelfde steek. In die volgende steek nu deze. Dus niet hierin, maar de volgende, deze, daar zetten we een halve vaste weer in. Dan gaan we in de volgende steek weer 5 stokjes maken. Dus 1, hij zit een beetje dubbel, dus ik begin even opnieuw. In de volgende steek 5 stokjes. 1, 2, 3, 4, 5, dan weer 1 vaste, en dan, dit zit natuurlijk in beeld. Sorry, 1 halve vaste in de volgende steek.
Dus in de volgende steek, dan ga je een halve vaste inzetten. Zo. Je haalt hem meteen door dus. Dan ga je weer in die volgende steek weer 5 stokjes maken. 1, 2, 3, 4, 5. In de volgende steek weer een halve vaste. Dus je haalt je draad op en je trekt hem meteen door. In de volgende steek weer 5 stokjes. 1, 2, 3, 4, 5, dan in de volgende steek weer 1 vaste, of een halve vaste, sorry. En dan ga je in de volgende steek weer 5 stokjes maken. 1, 2, 3, 4, 5. Dan weer in de volgende steek 1 vaste. Of een halve vaste. Ik zeg het elke keer fout. Dan in de laatste doe je weer 5 stokjes. 1. 2. 3. 4, 5. Dan hecht je af, dus je knipt je draad af. Je haalt hem door. En nu ga je, ja, het zijn allemaal frommeltjes geworden. Kijk, dit is het resultaat. Zie je? En nu ga je om je vinger. Ga je je roosje maken. Dus je haalt hem om je vinger. Je haalt de onderkant, hou je vast. In het begin is het even wennen hoor. Zie je? En dan heb je hem om je vinger gedraaid. En dan hou je een heel leuk roosje over. Kijk, ik heb er hier al een paar gemaakt. Ja, het is echt leuk om te doen. Het zijn ook leuke cadeautjes voor de juffrouw of zo, voor het einde van het schooljaar. Of een versiering. Ik heb bij de hobbyzaak heb ik deze speldjes gekocht. Ja, die zijn echt wel grappig. Want dan kan je je versiering nog eens een keer ergens anders opzetten. En het slotje sluit ook heel goed, dat zag ik wel. Maar nu pak je dus je stopnaald. En dan ga je dat roosje wat je net eigenlijk net recht hebt gelegd. Daar ga je je draad doorhalen. En dan ga je dat roosje netjes zeg maar aan elkaar steken. Zodat je een mooi roosje overhoudt. Je kan ook van achter naar voor steken, zo. En weer terug, dat die goed vast zit. Kijk wat schattig dat dit roosje is.
Als je dus je roosjes af hebt, kan je ze zo gewoon als applicatie gebruiken. Ik geloof, oh ja, ik heb ook nog een witte. Dan hebben we de carnavalskleuren compleet van Oeteldonk. Rood, wit en geel. En dan werk je het netjes af en dan zet je hem heel leuk ergens op. Of je zet hem op je speldje, dat kan ook. Dus dat je hem op je speldje zet. En dan kan je er nog wel 2 of 3 op je speldje zetten. Zo. Ja, dan heb je echt een leuke versiering en een leuk roosje. Nou, dit was Iedereen kan haken, de video. Graag weer duimpjes omhoog als je het leuk vindt, deze video. En hier rechtsonder kan je abonneren. En ik zie je graag weer bij de volgende video terug. Bedankt voor het kijken.